veteranenfront even het volgende. Henny Kuiper en Joop Zoetemelk rijden op achterstand samen nu. Kijk aan. Achter Anderson ziet u Johnny Broers op een metertje of 50. Kneteman handhaaft zich voortreffelijk. Formidabele race vandaag van de kneet. Die allures heeft. Een ambitie ook om reporter te worden. Anderson naar voren. Peters volgt Anderson als een schaduw. Die krijgt geen centimeter ruimte. Demarrage van Kneteman. En Nico Verhoeven wil reageren. Daar gaat hij, rechts in het beeld. En meteen ligt het tempo weer op zo'n 50 kilometer, 55 kilometer per uur. Versluis rijdt het gat dicht. Verhoeven in derde positie, de kneet wordt gepakt. Joop Zoetemelk staakt de strijd. Kuiper is alleen in zijn achtervolging. Kneet dus weer in bedwang. Verhoeven kijkt, wie nu? En Liekens gaat niet echt door. Anderson, daar moet Ludo Peters achter rijden. Ja hoor, hier is die. Twee bewaken elkaar zeer. Versluis. Die in de goldrace altijd goed presteert. Was vorig jaar derde achter Hanegraaf en Kim Anderson. Een demarrage van Johnny Broers. Gelost, terug bij en rap erover. Maar daar zit niks achter. Het verschil met het groepje Criquillon, die vier man, dus Criquillon, Roach, Sergeant en Van der Velde, is 15 seconden. Merkwaardige donkere bril voor Anderson en voor Lammerts. Je zou zeggen, het is al donker genoeg vandaag. Demarrage opnieuw van een van de mannen van Van Erp. Opnieuw Johnny Broers. Maar het gaat niet hard genoeg. Die demarrage is niet vlijmscherp. En de anderen kunnen licht weer aansluiten. Verhoeven wacht voorlopig maar even af en laat zijn ploegmaat telkens van voren die uitvallen doen. Overleg tussen Johan Lammerts en Phil Anderson, de twee ploegmaats. Kijk, ik denk dat Lammerts gaat demareren. Die heeft tegen Anderson gezegd, zal ik het eens proberen?
Let op. Nee, de situatie is niet gunstig. Of misschien dat Endels iets van plan is. En dat Lammers het gat laat vallen. We gaan dus met z'n achten in Valkenburg richting Kouwberg. Broers weer. We krijgen eerst voor de Kouwberg nog de Sibbelgrubbe. Twee mannen van Post op kop. Die sterke Australiër. De eerste Australiër die ooit in de gele trui reed. Dat is groot nieuws geweest destijds in de Australische mediawereld. Versluis op kop, Endels in de tweede positie, Peters in derde. De groep Criquelion volgt op het ogenblik met een achterstand van zo'n 30 seconden. Dan is er een gaatje en krijgen we Zoetemelk, Kuipers en de uit de achterhoek of uit de achtergrond opgedoken Noël Segers al op 1 minuut en 30 seconden. Dat is de stand van zaken. Post komt even overleggen en praten met Endelsen. En daar maakt weer een van de mannen van Ben van Erp gebruik van. Nico Verhoeven ditmaal. Ja, ja. Je moet die mannen in de gaten houden hoor. Want ze gaan er meteen van door. We zijn hier aan het begin van de Sibbelgrubbe. Een lange weg die vals plat omhoog loopt. Een stijgingspercentage van zo'n 5 à 6 procent. En Nico Verhoeven heeft zijn zoveelste uitval gewaagd. Als er een prijs is voor de strijdlustigste renner, dan mag hij hem nu al van mij in ontvangst nemen. Johan Lammers reageert. Johnny Boers. Jeff Leekens. De man uit de Kempen die dit jaar goed is doorgebroken. Werd al in het verleden een grote toekomst voorspeld. Was in de klassiekers een van de beteren. Steeds vooraan. Nico Verhoeven alleen in het Valsplat op weg naar het dorpje Sibbe. En ik moet zeggen dat het me tegenvalt van Criquelion en Roach dat zij zich niet van voren hebben kunnen handhaven. Verhoeven nu een goede 150 meter voor. En de zeven achter hem maken nog geen aanstalten om er echt wat aan te doen. Waar zit jij, Mart? Ik zit vlak achter Kneteman. Het verschil tussen Verhoeven en de groep is een metertje of 70. Maar dat is dus in een klim. En dan zijn 70 meter altijd meer, hè? Ja. We zien het prima vanuit de lucht. Heel goed. Het is Patrick Versluis die de forcing doet bij de groep. En Versluis gaat in zijn eentje, gaat hij weg nu. Versluis weg. We zien dat. Heeft een metertje of 10. En de Sibbelgrubbe, daar is het nog 18 kilometer naar de finish. Maar Versluis wordt weer gepakt door de anderen. En Verhoeven blijft alleen op kop. Nog 18 kilometer. Met daarin de Kouwbergklim en de klim in Geulen.
Hier dus Verhoeven. Ja, dat loopt zwaar daar. Dat loopt zwaar. Hier is het zeker 10%. Na die vele uren sinds 10:30 in de regen. Je bent natuurlijk doornat en koud. Verkleumd, verkild. We hebben dat meermalen gezien aan de beelden. Johan van der Velde die zijn handen warm blies. Dit is Versluis. Het verschil 20 seconden tussen Verhoeven en de groep. 20 seconden, Jean. Liekens. Peters. Broers. Anderson. Kneed. En Johan Lammerts. Nou, je zou zeggen dat waar de mannen van Post met z'n tweeën zijn, toch één van hen nu het initiatief moet nemen. Want anders zou de koers wel eens gelopen kunnen zijn. Want Nico Verhoeven heeft in de laatste tientallen kilometers een formidabele indruk gemaakt. Teruggekomen naar zijn lekke band alsof het niets is. En nu dan telkens maar gedemarreerd. Net zo lang totdat het eindelijk lukte. En als Anderson en Lammerts nu het kopwerk overlaten aan Ludo Peters en aan Jeff Liekens, dan, ja dan. We zijn bijna boven in Sibbe. Dan gaan we zo aanstonds een paar kilometer over vlakke wegen rijden. En vervolgens krijgen we een afdaling, vallen we, tuimelen we Valkenburg binnen. En dan is daar die bekende klim van de Kouwberg. En de achterstand van de groep Krikkeljon-Roach is inmiddels boven de minuut opgelopen. Dus daar kunnen we ook een kruis doorhalen, zoals dat in de wielterm heet. Het is Versluis die even aan het tempo trekt. En nu dan Anderson. Kneed doet zijn werk op kop. Het begint nu een beetje te rouleren. Daar komt Peters, die denkt, ja maar, zo kan dat toch niet? De onbekende Nico Verhoeven, de koning van de Koppenberg, die voorsprong heeft genomen in de finale, terwijl wij hier zitten met bekende jongens. En het is Johnny Broers die daar heel goed afstoppingswerk verricht. Uitstekend. Is het u trouwens opgevallen dat in deze groep van zeven Ludo Peters met blote handen aan het koersen is? De rest heeft zich vrij goed ingepakt tegen dit weer. En Peters heeft dan ook diverse keren met zijn handen zitten slaan tegen zijn benen op. Hij is ook een boerenzoon, Mart, uit het Antwerpse. En die zijn altijd wat beter tegen de elementen bestand. We kijken naar de dappere Verhoeven. Die op weg is naar in ieder geval zijn beste wedstrijd in zijn carrière. En we gaan nu met Verhoeven de afdaling van de Dalemerweg af en tuimelen Valkenburg binnen. Aan het einde van deze afdaling is er een scherpe bocht naar links waar Verhoeven moet uitkijken, omdat wij vanochtend gezien hebben dat daar nogal wat zand ligt in verband met bouwwerkzaamheden. En dan staat hij aan de voet van de Kouwberg. Het is natuurlijk een goed coureur. Is kampioen van Nederland bij de amateurs vorig jaar. Sterke jongen. Viel al op in het voorjaar in de wedstrijden in Zuid-Spanje. En hier is dan dat punt, die bocht naar links waar hij even moet uitkijken. Maar gelukkig overeind blijft. En nu begint Nico Verhoeven als de koploper aan de beklimming van de Kouwberg. 14% stijging.
En kijk eens hoe die nog gaat, zeg. Daar zit nog geen verzwakking in. Op dit punt kon Adje Wijnands het vorig jaar zijn kleine voorsprong niet consolideren. En ik denk dat Nico Verhoeven daar wel in gaat slagen. Trouwens, de Kouberg is de laatste klim eigenlijk waarop ik een uitval verwacht van één van de achtervolgers. En de voorsprong van Nico Verhoeven bij het binnendraaien van Valkenburg, zeg maar bij het begin van de klim, is, let op, 30 seconden. Een spannende finale, helemaal in het teken van de goede strijd die wij gezien hebben sinds wij u hebben mogen begroeten aan de beeldbuis. Dat is nu alweer bijna 2 uur geleden. Goed gekoerst en zeker door Nico Verhoeven. Kijk eens hoe die wordt aangemoedigd. Dat zal hem goed doen. Dat heeft hij ook nodig. Want hij valt nu een beetje stop. Ja, ja. Daareven was zijn beentempo nog prima. Maar nu is dit echt lijden, afzien, bultwerk. Hij is bijna boven. En dan volgt er nog vals plat, waar de wind hem weer pakt. Op de top van de Kouberg is er nog 15 kilometer af te leggen naar de finish in Meersen. En het zijn Ludo Peters en Phil Anderson die het sterkst naar boven gaan in de groep. Achter Nico Verhoeven aan, waar langzaam nu gelost wordt door Johnny Broers. Door Jeff Likens. Door Johan Lammerts. Die moeten langzaam de groep laten gaan. Kneteman gaat nog mee met Versluis. Er zit een verschil tussen de eerste en de laatste van een metertje op 30 op het ogenblik. Ja, dat kan een gevaar betekenen. Als die jachtgroep, als die achtervolgingsgroep te klein wordt, dan pakken zich een paar mannen samen. En dan wordt er echt jacht gemaakt op deze Nico Verhoeven. Die nu de motor van Cor Vos passeert. We zien nu het verschil tussen Verhoeven en dat uitgedunde jachtgroepje. Waar Lammerts en Broers hebben moeten lossen. Daar zijn ze. Phil Anderson in laatste positie. Versluis, Ludo Peters en De Kneet. Op het valsplat dat volgt op de Kouberg. Formidabel, zoals Gerry Kneteman is teruggekomen uit het diepe dal waarin hij lange tijd heeft verbleven. Als u bedenkt dat hij in 1974 deze wedstrijd al won en dat we nu 11 jaar later zijn en wat hij allemaal heeft doorgemaakt. Demarrage Anderson. Phil Anderson gaat weg. Wie rijdt het gat dicht? Dit is dezelfde plek als waarop Anderson wegging in het jaar dat hij de Gold Race won. En dat was in 1983, 2 jaar geleden. Maar ik denk niet dat hij nu over dezelfde mogelijkheden beschikt. Nee. Kneteman heeft het gaatje dichtgereden en Peters is in zijn wiel gevolgd. En Versluis zal ook wel weer aansluiten. Daar is hij. En daar gaat Versluis. Achter Kneteman aan. Anderson houdt de benen stil. En Peters, die blijft natuurlijk achter hem. Er is wat tussen die twee. Dit is de tegenstelling tussen de ploeg van Post en de ploeg van Raas en Gisbergs. Die manifesteert zich hier. Anderson heeft gedacht, als jij niet wil, Ludo Peters, dan doe je het zelf maar. Dus op kop rijdt Nico Verhoeven. We gaan nu de straten van Vilt binnendraaien. Daarachter rijden Kneteman en Versluis. En hier staan, hier gaan wij voorbij aan Anderson en Ludo Peters. Waar Likens op het ogenblik bij aansluit. Dus het is Verhoeven, dan Kneteman die met Versluis door is. En dan gaat Likens in zijn eentje daar langs.
En de kneet geeft zich nog niet gewonnen. Nee, nee, die gelooft er nog in. Die heeft goede benen. Versluis helpt mee. Versluis, dat is een van die onopvallende mannen in de ploeg van Bert en de Kimpen. Die veel fieldwork doet. Hij is altijd te vinden in de bossen en in de duinen rondom Duinkerken. Daar traint hij vaak. En in Knokke ook. Die drie dus, waarbij Liekens heeft aangesloten. Dat zijn dus Andersen en Ludo Peters. En dit moet Johnny Broers zijn. In het gezelschap van Johan Lammerts. We bevinden ons op het grondgebied van de gemeente Bergen ter Blijt. We gaan zo aanstonds weer die afdaling af van de Vogelzangweg. Met Nico Verhoeven. Die nog altijd goed doorrijdt. En de achtervolgende groep is op het ogenblik weer 7 man groot. Omdat ook Broers en Johan Lammert zich hebben vervoegd bij die 5 die daar al reden. Dus dat is allemaal weer bij elkaar gekomen. En dat kan alleen maar in het voordeel van Nico Verhoeven werken. Die 18 seconden voorsprong zou hij hebben aan de voet bijna van de laatste beklimming in Geulhem. We hebben nog 10 kilometer te rijden op deze weg waar we nu rijden. En de voorsprong van Nico Verhoeven is 20 seconden. 20 seconden van Nico Verhoeven. We passeren de Geulemermolen, draaien links omhoog. Hier schakelt hij verkeerd. En dit is dan die laatste helling. Het begin van de laatste helling. Ongeveer een 700-800 meter lang. Als hij daar boven is, dan gaat het goed voor hem uitzien. Maar, zoals gezegd, de achtervolgers blijven nabij. Het is trouwens merkwaardig dat de meeste werkzaamheden op het ogenblik opgeknapt worden door de relatief zwakste klimmer van het geheel. En dat is toch Jeff Liekens. Hij is 23 jaar, Nico Verhoeven, een boerenzoon, studeert, of studeerde. Demarrage bij de kopgroep van Gerry Kneteman. Kneteman is alleen weggegaan. Het wordt nog een hele boeiende finale, dat zien we wel, daar zien we de kneet rijden in deze klim. Links van de weg Liekens. Hier kijken we op de rug van Andersen. Dit is Ludo Peters en we gaan door naar Kneteman. Formidabel wat Gerry vandaag presteert. Dat hadden wij niet meer van hem verwacht. Goeie benen, zelfvertrouwen. Een andere kneet als wij die gezien hebben in de voorjaarswedstrijden. Toen hij zelfs in de korte tijdritten werd geklopt en er eigenlijk niet meer in geloofde. Achter Kneteman wordt gereden door Phil Andersen en Ludo Peters, die zich nu ook afgescheiden hebben van de rest. En de ketting die ligt op het tandwieltje 19. Of daaromtrent. En voor op de 42. Dat geeft een indicatie van hoe steil het hier is. We zijn bijna boven bij het bordje Berg. We gaan rechts de bocht om bij het café. Nog 9 kilometer. En Kneteman kent hier iedere meter terrein uit zijn hoofd. En wordt natuurlijk geweldig aangemoedigd. Ze weten, de mensen, wat hij heeft meegemaakt. Nico Verhoeven wordt teruggepakt.
door Gerry Kneteman. Wat is dit allemaal? Verhoeven die bijna niet meer vooruit gaat. Die in het zadel zit, uit het zadel. En de Kneet die hier net op het topje van het vals plat bij Verhoeven komt. Op kop dus. Verhoeven en Kneet schakelt. En misschien probeert hij er overheen te demareren. Kijk maar. Kneet schakelt. Blijft even zitten. En neemt dan over en demareert. En nu is het de vraag, heeft Nico Verhoeven nog reserves? Schitterende wedstrijd. We gaan die bocht door en komen straks op de grote weg Valkenburg-Maastricht uit in een afdaling. Verhoeven zwalkt op 10 meter. Kneet bijt op de tanden. Wat een titanenstrijd. Grote versnelling, we zagen hem schakelen. En hier dan op de Rijksweg en dan spoedig in de afdaling. Nico Verhoeven is gelost. En Kneteman, als we dat nog eens kunnen beleven, dat na de overwinning van Joop Zoetemelk. We gaan kijken eerst naar de herhaling van hoe Kneet achter de rug van Nico Verhoeven wegdemareert. En de andere kant heel geroutineerd van de weg kiest. Verhoeven probeert nog met een veel kleinere versnelling aan dat achterwiel te komen. Maar kijk, als je leeg bent, als de kaars op is, dan is ze op. En dan helpt niets meer. Even de stand van zaken. Daarachter, er wordt gereden door Phil Anderson, die het alleen probeert en die mee heeft gekregen Ludo Peters, Jeff Leekens en Johnny Broers. En die mannen rijden met een verschil van 150 meter achter Nico Verhoeven op het ogenblik. Vier man samen. Kneteman in de afdaling op weg naar Maastricht. Hier hebben we naast hem gereden 11 jaar geleden. Toen hij als jong beroepsrenner ook alleen op kop reed in deze Gold Race. En zegevierend de finish bereikte. Met een royale voorsprong op Walter Plankard, op Walter Godefrode, op Freddy Martens en op Staf van Roosbroek toen. Wat een karakter. Hij kijkt om natuurlijk. Bevreesd dat zijn droom, zoals die plotseling zich heeft voorgedaan, toch nog kan uiteenspatten. Een behoorlijk gat tussen Kneet en de achtervolgers. En het is alweer anderhalf jaar geleden dat Gerry Kneteman in dwars door Limburg, nog langer zelfs, op 24 maart 1983, twee jaar geleden, dat Gerry Kneteman die zware val maakte. 15 seconden voorsprong voor de Kneet, 15. Hij had zijn pols gebroken, hij had een slagaderlijke bloeding, hij had zijn been gebroken en hij lag daar als oud vuil in de greppel op een van die Belgische wegen. Dit is Nico Verhoeven, zoals gezegd, gelost. Hij revalideerde, Kneteman. Ging anderhalf jaar lang naar een masseur. Werkte met apparaten. En hij is helemaal terug. Verhoeven wordt dus achterhaald door Van Sluis en voorbijgereden. Broers komt ook voorbij en Leekens komt voorbij. En daar zijn Anderson en Ludo Peters, die elkaar werkelijk waar niet uit het oog laten. Ik denk dat dit een wraakactie is van Ludo Peters. Een verrekening, een vereffening van een nog openstaande rekening. Kan het zijn de rekening van de Omloop het Volk? Toen wij de finale hebben gezien tussen Eddy Blankaert en Jacques Hanegraaf. Johnny Broers en Jeff Leekens zijn er vandoor. Bij deze groep. En daarvoor rijdt natuurlijk nog Gerry Kneteman.
We zijn op 7 kilometer voor de finish met deze groep. We kijken op de rug van Verhoeven, Versluis, Peters en Andersen. We gaan door en ontmoeten Liekens en Johnny Boers. Dat zijn deze twee. Die praten even met elkaar en werken samen. En hier, als we rechtsaf gaan met Gerry Kneteman in de richting van Ambi, is zijn voorsprong 19 seconden. Dat moet te halen zijn. Hoewel, Liekens is sterk en snel. We zijn terug bij Kneet. 34 jaar oud. Zijn botten hebben de afgelopen maanden vaak gekreund, zoals hij het uitdrukt. Hij is eigenlijk helemaal alleen hier gekomen, want zijn kopman Kelly rijdt in de Ronde van Spanje. Hij had eigenlijk niemand om hem te helpen. Maar dan plotseling is de Kneet als een phoenix uit zijn as herrezen. Schitterend. En wat een macht nog, hè, om die grote versnelling te blijven draaien. Ja, ik denk dat wie gewet heeft bij de boekmakers, dat die het allemaal mis hebben. ...21 seconden voorsprong voor Kneteman op Liekens en Johnny Broers. Zit jij bij de achtervolgers, Mart? Nee, ik zit bij Kneet en ik ben aan het timen. Nou, dan krijgen we direct live van Marts horloge het juiste verschil. Want het gaat nu natuurlijk om luttele seconden. Daar is Kneet. Die door Ambi rijdt. Het is niet ver meer. Kerkhofje. En de kerk van Ambi. En ik schat dat het van hieruit nog een 3,5 kilometer is. Kneet, dat moet halen zijn. U neemt ons niet kwalijk als een klein beetje supporter, hè? Nee, dat mag zeker. 21 seconden. 23. 25. Dat is een oude ploegleider. 27 seconden voor Kneteman op Broers en Liekens. En u zag daarnet even die auto van de organiserende brouwerij met Herman Krot. Die eigenlijk de grote geestelijke vader is van deze goldrace. En die ex-ploegleider is van Gerry Kneteman. Het zal hem ook geweldig goed doen dat Kneet hier een serieuze gooi doet naar de overwinning in deze jubileumronde. Actuele stand van zaken, Kneteman aan de leiding op 27 seconden Broers en Liekens en op 32 seconden Versluis solo. We gaan het verschil bekijken uit de lucht. Links verdwijnt Kneteman en we pennen met de camera naar Liekens en naar Broers. En dat is een mooi gaatje. Hier rijden ze. Dit zijn dus exact 27 seconden. Prima, maar Liekens staat niet stil, maar ik denk toch dat Kneet het kan gaan halen. Als hij tenminste verstoken blijft van tegenslag. Een lekke band zou fataal zijn. Johnny Broers, die met zijn ploegmakker Nico Verhoeven toch de koers meegemaakt heeft. En Jeff Liekens, die goede beller. Het verschil loopt terug tot 23 seconden. 23 seconden. Gerry Kneteman krijgt nog een moment van verzwakking misschien. En ze kunnen hem waarschijnlijk hier hebben zien rijden. Maar de finish nadert steeds meer. Nee, ze hebben hem net niet in beeld gehad, Jean. De heren Broers en Liekens rijden nu over de snelweg heen. En de Kneet moet het gaan halen, want die is al rood en binnen. En gaat zo direct rechts afdraaien richting finishstraat. Ja, we zien daar de driehoek hangen.
En de laatste kilometer gaat in. Nog even op de pedalen staan. En Gerry Kneteman moeten wij, behoudens pech, gaan beschouwen als de winnaar van de 20e Amsterdam Gold Race. Een schitterende winnaar die precies past in het rijtje van winnaars dat we de laatste jaren hebben gehad met Anderson en Raas en Ino en Hanegraaf. Het is onvoorstelbaar dat Kneet zich nog één keer heeft weten te herpakken en dat hij na de schitterende overwinningen van Joop Zoetemelk in de Tirreno en Henny Kuiper in Milaan-San Remo dan als derde Nederlandse wielerveteraan in staat is om nog een topprestatie te leveren. Wat een generatie is dat geweest. En nog Raas, Kneteman, Kuiper, Zoetemelk. De laatste meters van Gerry Kneteman. Hij zal deze 27 april om 12 minuten over 5 niet snel vergeten. Enorme toejuichingen als de Kneet zijn laatste meters aflegt. In ons roerend moment als Gerry Kneteman de 20e Amstel Gold Race wint. En ik denk dat hij net zo ontroerd zal zijn als toen hij in 78 op de Nürburgring in Duitsland wereldkampioen op de weg werd. Want ik zag bij het passeren van de streep dat Kneet spontaan zijn tranen de vrije loop liet. Nu zet Jeff Liekens aan voor zijn sprint om de tweede plek. Broers is tot op het achterwiel gekomen. En Liekens wordt tweede met een achterstand van 32 seconden. Johnny Broers wordt derde. Wat een schitterende overwinning van Gerry Kneteman. Formidabel gedaan. We kijken naar Patrick Versluis. Die de vierde plek gaat opeisen. Er zijn nu 53 seconden verstreken. Versluis wordt met een achterstand van 58 seconden vierde. Hij kan het misschien zelf nog niet geloven, Kneteman, hier in beeld. Natuurlijk is hij ontroerd. Wie zou het niet zijn? Zoveel ellende meegemaakt. We kijken eerst nog even naar de sprint voor de vijfde plaats. Die gewonnen gaat worden door Anderson. Op de zesde plaats eindigt Nico Verhoeven. En zevende wordt Ludo Peters. En de achterstand van dit drietal was 1 minuut en 30 seconden. We zijn terug bij Gerry Kneteman. Het publiek natuurlijk vergaapt zich aan de winnaar. De fotografen ook. Daar is die. Kijk eens. Net als op de Nürburgring. Inmiddels 7 jaar geleden. Een ontroerde Kneteman. We kunnen het ons voorstellen. Zoveel ellende meegemaakt. Half dood van de weg opgeraapt. En dan met ijzeren wilskracht. En met een doorzettingsvermogen dat weinig mensen gegeven is. Hier toch nog als winnaar van de Gold Race terug uit het niet komen. We zagen even een glimp van Claude Criquelion, de wereldkampioen. Die achtste gaat worden op een achterstand van 2 minuten en 46 seconden. Negende is Johan Lammerts. En daar de opeenhoping rondom de figuur van Gerry Kneteman. Die 1985 nu al tot een merkwaardig Nederlands wielerjaar maakt. Want waar wij onze aanstormende jeugd verwacht hadden, hebben onze veteranen ons geschonden blazoen weer opgepoetst. Ik zei het al, in de Tirreno, de 38-jarige Zoetemelk. In Milaan-San Remo, de 36-jarige Henny Kuiper. En nu in de Gold Race, de 34-jarige Gerry Kneteman. Ik zag een
Maar een schitterende koers, Nico. En deze rookie mag er wel even bij. Je hebt alles gegeven, je hebt het prima gedaan. De Scala ploeg heeft vandaag geweldig gepresteerd. De eerste 9 mannen zijn binnen. Nico 9 man binnen. 3 minuten en 45 seconden verstreken. En we kijken naar Mark Sergeant en Steven Roach. Die voor de 10e plaats misschien gaan sprinten. Of zeggen, jongens, het is goed zo. We zitten vanaf 10:30 op de fiets. We hebben regen en wind getrotseerd. En jawel, ze doen er ook niks aan. Mark Sergeant wordt 10e op 4 minuten en 5 seconden. En 11e wordt Steven Roach. Heren hadden geen interesse meer om te sprinten. We kijken nog eens naar die glorieuze aankomst van Gerry Kneteman. Een beeld waar wij voorlopig niet genoeg van krijgen. Een man die van zo ver is teruggekomen, die als invalide door het verdere leven dreigde te gaan. En die hier, kijk eens, ontroerd zoals hij is, met de armen omhoog, 11 jaar na zijn eerste overwinning, een geweldige zege, niet alleen in de goldrace behaald, maar ook op zichzelf. En op de natuur een beetje. Hij klimt naar het podium waar mijn collega Mart Smeets op hem staat te wachten. Bereid, willige handen, help hem naar boven. En Mart gaat praten. Ja, ik mag mijn arm om je heen slaan. Je moet me vast houden. Ik hou je vast. Hoe voel je? Fantastisch, hè? Ja, ik kan niet zeggen, man. Hè? Oh, je mag janken. Als je weet dat ik allemaal meegemaakt heb, dan zou je niet mogelijk. Alles geven. Ik ben de gelukkigste mens op de wereld vandaag, eerlijk waar. Ik wist niet dat ik dit nog kon, eerlijk. Nou, je kan het. Maar ja. Kan je dan? Ja, het gaat er weer. Ik ga meestal janken, hoor. Nee, doe me niet. Er staan we hier. Zo genoeg alleen op de wereld. Ja. Nou, ja, een verhaal. Kijk, Nico komt bij je. Dat was de springplank voor je. Nou, weet je, de hele dag verschrikkelijk weer geweest. En vreselijk lastig parcours. En op een gegeven moment reed ik lek vlak voor de Keutenberg. Dus ja, ik denk het is gedaan. Ja, je komt daar nooit meer terug normaal gesproken. Maar ja, toen wachtte Jacques Vermeer die wacht op me. Jij had dus een geweldige reed om mij terug te brengen. En toen kwamen we terug net aan de voet van het IJzerbos. En er zaten er 3 vooruit en dan springt Wiklion er naartoe. En toen kon ik redelijk makkelijk, weliswaar tegen kramp aan, kon ik volgen. Ja, toen kwamen we boven en toen waren we weg met de mannen 5-6. Toen dacht ik nou, een gouden van IJzer, probeer maar wat. Ja, toen kwam op een gegeven moment het hele ploegje terug. Ja, de finale was, ja, het is harken, ieder voor zich en God van ons allen. En dan blijkt wel dat, ja, als het er niet van gooien en smijten moet komen, dan komt de oude kneet toch boven water gedreven. En ja, ik heb me dodelijk op deze wedstrijd voorbereid. Mezelf tegen mijn gewoonte in van een week hier wezen trainen. Dus het parcours wist ik eigenlijk op mijn duimpje. En 11 jaar geleden, exact. Even zo staan, dan kunnen ze ons zien ook. Kijk, 11 jaar geleden exact, denk je veel. Toen heb ik ook deze wedstrijd gewonnen, op dezelfde dag. Want eens in de 11 jaar is het dezelfde dag, 27 augustus. Op een zaterdag. En toen was ik nog jong. Mooi, hè? En nu ben ik nog jonger eigenlijk. Ik ben verschrikkelijk gelukkig. Fantastisch. Ik gun het je zo verschrikkelijk. Ik wil nog één ding weten. Toen je over die finish heen ging, was je toen echt af, kapot, dood? Nou, je zit. Ik moest dus eerst die Verhoeven terugpakken. En daar kwam ik dus bij net voor de top. Maar ja, die jongen die had natuurlijk ook al een tijdje voorop gereden. Dus we zetten alle twee kapot. Maar ik denk, ik hark me door. Want als hij eraf is, is hij eraf. Maar ja, dan heb je hem eraf. Maar dan moet je natuurlijk nog 1 kilometer of 6, 7. En dat waren de langste kilometers die ik van mijn leven nog gereden heb. Dus dan kom je over de streep heen. En dan bruist er een gelukkig gevoel door je heen. Dat hou je niet voor mogelijk. Lekker, Gerrit. Nou, laat ze maar weer lopen. Waar is Greet? Is hij hier in de buurt? Nou, ik denk dat Greet net zo gelukkig is. Ik. Nou, mooi. Dan kunnen we niet afsluiten, dacht ik. Amstel Goldrace wordt gewonnen. Gerrit Kneteman. Gerrit, machtig.
Even, ik weet dat je mee bent. Wel, u hebt gezien.